Iets op een andere manier doen versterkt je bewustzijn. Ik heb dit geleerd van de Oosterse mysticus Osho en ook van een gestalttherapeute die ik jaren geleden had. Wij zitten heel vaak vast in patronen, in dingen die we hebben geleerd om automatisch te doen. En dat helpt ons ook. Als je bijvoorbeeld niet zou leren om bepaalde dingen automatisch te doen met het autorijden, dan zou je niet auto kunnen rijden. Want dan zou je zo moeten letten op hoe ga ik die versnellingspook bedienen of hoe ga ik de koppeling bedienen. En zou je niet meer kunnen letten op wat er verder nog gebeurt in het verkeer. Maar heel veel van deze automatische dingen, die halen ons ook weg van het hier en nu. Want dan is de neiging om allerlei dingen op de robot te gaan doen en om dan ondertussen helemaal verzeild te raken in gedachten over het verleden of over de toekomst. En weg te zijn uit dit moment. En dit moment is waar het leven zich afspeelt. Je kunt alleen maar in dit moment ruiken, proeven, voelen, luisteren. En wat kan helpen is om dingen die je normaal op een vaste manier doet, op een andere manier te gaan doen. Dan kom je plotseling terug in het hier en nu. En wat je bijvoorbeeld kunt doen, is dat je je horloge, als je dat altijd om je linkerhand hebt, om dat om je rechterhand te doen, die dag. En dan zul je merken dat je heel vaak gedurende de dag op je linkerhand wil kijken, terwijl daar dan geen horloge zit. Dus moet je naar de andere kant gaan. En dat naar de andere kant gaan brengt je in het nu. Het je realiseren van, hé, waar is mijn horloge? Brengt je naar het nu. En wat je bijvoorbeeld ook kunt doen, is als jij gewend was om je te douchen en de douchekop in je rechterhand te nemen, om dan eens te kijken hoe het is om te douchen als je die douchekop in je linkerhand neemt. Hoe is die ervaring? Of om als je een wandeling maakt en altijd dezelfde ronde maakt, om dan te kijken hoe is het om op deze dag de wandeling in de omgekeerde volgorde te maken. En dan te ervaren hoe verschillend je de dingen ervaart. Of om in plaats van vooruit te lopen of hard te lopen, achteruit te gaan lopen. Ik had gisteren tijdens mijn wandeling dat ik ervoer van, ik wandel wel, maar ik ben er niet echt bij. En dan probeerde ik mijn gedachten te stoppen, wat natuurlijk niet gaat. Als je iets probeert te stoppen, wordt het nog erger. En ineens ontstond dat ik, eigenlijk wilde ik die wandeling nog intenser maken door stevig door te lopen. En ineens ging ik het tegenovergestelde doen. Ik ging juist heel langzaam lopen. En wat ik toen merkte was dat ik echt het contact met mijn voeten voelde, dat alles in mij zich vertraagde, ook mijn gedachten, die zakten. Ik ging echt voelen het contact met dat zandpad, hoe die voeten zich over dat zand vlijden als het ware. En
Ik hoorde ineens de vogels, puur omdat ik iets anders gedaan had dan normaal. Ik was uit die routine van flink doorstappen gestapt en in de vertraging gegaan. En dat veranderde mijn hele beleving. Dat zorgde dat ik in het nu kwam. Toen ik jaren geleden heel depressief was, toen nam ik gestalttherapie, omdat gestalttherapie je ook in het hier en nu brengt. En mijn therapeute die gaf mij toen voor de komende week de polariteitsoefening. Polariteit is het tegenovergestelde doen. Dus bijvoorbeeld als je altijd eet met je bord op de tafel, om dan bijvoorbeeld eens zelf op de tafel te gaan zitten, in plaats van dat je het bord daarop laat staan. Dus toen ging ik op de tafel zitten en daar eten. Dat gaf al een andere ervaring. En voor de grap ging ik haar ook een brief schrijven, waarbij ik de postzegel op de goede plek plakte, maar het adres omgekeerd erop zette. En in de brief zelf schreef ik de zinnen van achter naar voor. En dat gaf mij zo'n levendigheid. Ik moest er ook echt om lachen, wat lang geleden was dat ik gelachen had. Echt van binnenuit gelachen had in mijn depressie. En ik ging ook op de straat lopen in plaats van op de stoep, weliswaar bij een rustige weg. Ik ging achteruit lopen in het park. Ik heb nu als idee, heb ik toen niet gedaan, maar dat ik in mijn bed zou kunnen gaan liggen met mijn hoofd aan de andere kant, met het kussen aan de andere kant. Ik merk nu al dat het me een oncomfortabel gevoel geeft van de veiligheid van in bed liggen met mijn hoofd in de hoek tussen twee muren is dan verdwenen, want mijn hoofd ligt dan bij het voeteneinde. Dicht bij de open deur naar mijn gangetje. Maar het zou mijn nacht wel een hele andere kwaliteit geven. Dus de uitnodiging is om een routine handeling te doorbreken. Of als je aan het afdrogen bent na het douchen. En je begint altijd bijvoorbeeld bij je hoofd en bij je armen, om dan eens bij de voeten te beginnen. En dan weet je waarschijnlijk de hele volgorde niet meer waarin je je normaal afdroogde. Maar dan ga je je lichaam op een andere manier ervaren. Welk stuk heb ik al gehad en welk niet? Dus dat brengt je in het nu. En dat is niet zo dat je dat de hele dag hoeft te doen. Dat zou mogelijk te vermoeiend zijn, maar al doe je dat maar met een paar dingetjes op een dag, of dat je je voorneemt om een bepaalde handeling op een dag met je andere hand te gaan doen. Dat is ook heel goed voor de integratie van de hersendelen in de hersenen. Als je iets met je andere hand doet, komt de andere hersenhelft tot leven en komen er nieuwe verbindingen tot stand in je hersenen, die je meer ruimte geven en meer mogelijkheden. Maar in dit filmpje ging het mij vooral om het vergroten van je bewustzijn, wat je meer levendigheid geeft, het gevoel van echt te ervaren en echt te leven. Als je meer filmpjes wilt beluisteren over meditatie, dan kun je die vinden in de beschrijving onder dit filmpje. Daar heb ik een link opgenomen naar mijn playlist over meditaties.
En in die beschrijving vind je ook nog andere informatie over wat ik aanbied en wat, waarin je mogelijk interesse zou hebben als je in dit onderwerp geïnteresseerd bent. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met deze oefening, de polariteitsoefening en het doen van dingen op een andere manier. En als je die wilt delen of als je ervaringen wilt delen die je op dit gebied al gehad hebt, dan ben je welkom om dat te doen in de reacties onder dit filmpje.